allen weer te mogen zien bij deze opening van die 35e Open Monumentendag. Want ook op zo'n scherm naar u allen te kijken, eerlijk gezegd, dat vind ik toch helemaal niks. Wat ik wel aardig vond van zo'n scherm, en waar ik ook om kon lachen, dat was een zakelijk gesprek tussen een vrouw en een man. En zij vroeg hem verbaasd: waarom zit u daar in uw onderbroek? En hij zei toen zeer verrast: hoe weet u dat? En toen zei zij: dat zie ik op de spiegel achter u. Nou kijk, live gebeurden ook wel gekke dingen, maar dit toch eigenlijk veel minder. Nou, dat is mijn ervaring tenminste. Want, dames en heren, deze uitnodiging is echt heel bijzonder. Want van de 35 openingen heb ik er nu 20 gedaan. En sommigen zeggen zelfs 21. En natuurlijk vragen vele nieuwelingen hier zich vertwijfeld af: waarom vraagt de voorzitter wederom die oude man? En niet bijvoorbeeld de jonge, aantrekkelijke vrouw, zoals onze eregast uit Vlaanderen? Nou, ik vind dat de nieuwelingen in deze kerk hier wel hun gedachten beter moeten leren beheersen. Want het is wel erg ordinair om uw gedachten zo op hol te laten staan, vind ik. Een jonge, aantrekkelijke vrouw, hoe krijgt u het verzonnen? Kijk, voorzitter, de voorzitter heeft 15 keer geprobeerd om een ander deze opening te laten verrichten. 15 keer, maar dat was absoluut geen succes. Dat werden 15 verschillende verhalen en daar houdt men in de monumentenwereld helemaal niet van. Nee, een monument verandert toch ook niet ieder jaar van vorm. En deze professor is een standvastige tinnen soldaat die ieder jaar hetzelfde zegt. En daarom is hij een gevraagd object. Want als hij nu plotseling, als hij nu plotseling een totaal ander verhaal zou gaan vertellen, dan wordt hij toch een draaiteur, een onbetrouwbare man die ieder jaar met een ander verhaal komt. En wat heb je daar nu aan dat soort mensen? Daar kun je de oorlog niet mee winnen. Kortom, uw voorzitter, dames en heren, is een zeer wijs man. Dames en heren, let u alle goed op uzelf en ik wens u ook een succesvolle Open Monumentendag. Vriendenloterij, ik wens u heel veel succes met uw nieuwe toekomst en ik ben oprecht zeer benieuwd tot hoever u deze subsidies gaat verlenen. Ik denk zelf aan het jaar 2030 minstens. Broedt u allen nog eens als een nette kip op mijn verzoek met betrekking tot uw waakhondfunctie. Het gaat u allen goed. Even dank voor uw aandacht. Ik zou voor willen stellen dat ik de envelop aan u geef, dat u de winnaar uithaalt, nog niet vertelt welk nummer het is, dat aan de heer Van Vollenhoven geeft, en dat u ons dan vertelt, dat u krijgt de envelop. Ja, u mag de microfoon, zeker. Kijk, ik ben gewend om altijd alles anders te doen. Dus ik neem de envelop weer terug. Ik maak hem open, maar voordat ik hem open maak, wil ik even kijken met de vingers hier. Wie hebben er allemaal gestemd? Dan krijg ik... Potverdorie, dat is ook weinig. Nee, dat is... Ik heb ook niet gestemd, want ik wist niet eens dat het kon. Maar goed. Ja. Ik ga nu de envelop open maken en geef dat aan de eregast. En de eregast gaat het onthullen. De winnaar hebben we al gehoord vandaag. Alle kleuren van de regenboog. Ik weet niet of de heren Thank you.
Tot ziens. Goede reis. Tot ziens.